Goeiedag, baie welkom weer eens bij ons oordenkings. Dankie dat jij ingeskakel het. Nou, ons praat hierdie week oor ons verhouding met God en hoe ons moet groeien in die verhouding en moet werken aan die verhouding met ons hemelse Vader. En vandaag wil ik met jou so 'n bietjie praat oor om te vergewe. Jy sien, om een volgeling van Jesus te wees beteken dat daar sekere dade moet wees in my lewe. Ek kan nie sê ek is een volgeling van Jesus, maar my dade wys dit nie. En een van die dade, baie belangrijk, is om te vergewe, is om vry te spreken, is om ander mense te vergewe. En weet jij, iets wat ik achterkom in mijn leven is hoe ouder ik word, is dat elkeen van ons moet elke nou en dan een tweede kans krijgen. Weet jy, partymal verdien ons het nie. Ons krijgt tweede kansen wat ons niet verdien nie. Maar dan aan die andere kant ook, ons moet partymal vir mense een tweede kans gee. En hulle verdien het ook niet. So ons kry tweede kansen en ons verdien het niet. En partymal met ons tweede kansen vir ander mense gee en ons voel hulle verdien het niet. Maar dit is wat die Here van ons verwacht. Ons lees vandaag een gedeelte in Efesiërs 4 vers 32. Behandel mekaar mooi en goed. Laat het vir ander lekker wees om bij julle te wees. Sien mekaar se foute oor net soos God julle foute oor gesien het, omdat julle Jesus sin is. Die gedeelte sê het so mooi vir ons. Hy sê God is een God wat vergewe. God is een God van tweede kansen. En ons weet, hy het vir elkeen van ons een tweede kans gegee, wat ons nie verdien het nie. Hierdie tweede kans is sy Seun, Jesus Christus. Elkeen van ons het een tweede kans ontvang. En daarom wil ek vandag vir jou die vraag vra, wie is ek en jy om dan een tweede kans te weerhou van iemand anders? Ons skuld ander mense een tweede kans. En ek wil jou uitdaag om vandag vir iemand anders een tweede kans te gee, om te vergewe, om vry te spreek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u vir ons elkeen een tweede kans gegee het. Dit is wat Jesus Christus vir ons kom doen het aan die kruis. Hy het sy lewe neergelê en ons het vergifnis ontvang. En ek wil vandag bid, Here, help elkeen van ons om vir ander mense een tweede kans te gee. Help ons om ander te vergewe, al voel ons hulle verdien het nie, want U het ons vergewe, is my gebed, in Jesus naam, amen. Baie dankie, dat jy ingeskakel het, geniet die rest van jou dag, tot ziens.